Daar ben ik weer met het tweede deel van In Gesprek Met. Nu zijn we in de studio en ik ben hier met Simone Ritveld. Zij is lid van de stichting Power of Sisterhood. Ik heb voor het eerst van die stichting gehoord hoor. Ik neem aan u ook. Of misschien al bekend bij een paar mensen. Maar laten we even wat meer informatie krijgen over deze stichting. Welkom in Gesprek Met. Goeiedag. Power of Sisterhood. Stichting Power of Sisterhood. Wat, wat, wat doet die stichting? De stichting is een stichting voor vrouwen die uh, met huiselijk geweld te maken hebben gehad, die met financiële problemen te maken hebben gehad, soms de dood van een geliefde en niet daarmee weten om te gaan. Um, ze hebben natuurlijk een nare, achter, een nare levensgeschiedenis, dat maakt dat ze, dat ze depressief zijn of gedemotiveerd. Wij hebben dan een traject van drie maanden waarin zo'n vrouw terechtkomt en levenstechnieken wordt aangeleerd er interactief met haar bezig wordt, men interactief met ze bezig is, zodat ze uit die depressiviteit en die gedemotiveerde humeur geraken. Ja, dat is mooi. En, en wie heeft die stichting opgericht? De stichter van deze stichting is Nathalie Mossel. Oh! Ja. Ja, oh nee, dat had ik inderdaad al een lange tijd. Uh, toen bij de oprichting had ik er wat van gehoord. En het bestaat nu, hoe lang? Ze so, bestaat sinds 28 april 2018, hmm. ja, dus een jaar. Een jaar. En jij bent lid van de stichting. Ja. Waarom ben jij lid geworden? Zo, so, ik ben lid geworden van de stichting na mijn eigen echtscheiding. Um, hmm. Kwam ik in contact met Natali hmm. en ik heb het traject van drie maanden doorlopen en ik had het zo naar mijn zin hmm. waardoor ik een van de trainers ben geworden binnen de stichting. Okay. Oh, dus hebt ook een, Was het een naar of was het een smooth, echt scheiding? Ik ben een beetje nieuwsgierig. Was het een hele nare erscheiding, vooral voor mijn kinderen, waar ik um, heel moeilijk mee om kan gaan. Ik, was, ik ben ook nog jong, dus ik wist niet hoe het eraan toe ging. En alles was een beetje te veel te verwerken. Maar door middel van de gesprekken en de interactieve spelletjes, om ze zo te noemen, zelfreflectie, um, oefeningen die we doen, is het me gelukkig om erboven te komen. En daarom is het ook. Mijn missie geworden om vrouwen te helpen om daaruit te komen. Ja. Dus jij bent ervaringsdeskundige. Ja, jawel. Ja, maar als ik zo naar je luister, dus vanuit je eigen ervaring, dan doet deze stichting echt wel goed werk. Deze stichting doet heel goed werk. Er zijn sinds 28 april 2018 al 300 vrouwen door het drie maanden traject ja, wow. gegaan, waarvan 100 vrouwen nog actief zijn binnen de stichting. Ja. Maar waren het. Uh, nee, merendeels echtscheiding, of wat waren nee. ongeveer zo de uh, trauma's? Echtscheiding speelt niet het, uh, is niet het belangrijkste dat we daar aanpakken. Je hebt mensen die hun kind kwijt zijn en gewoon niet verder kunnen. Je hebt mensen die gewoon moeite hebben om aan een baan te komen vanwege het feit dat ze zich niet weten op te stellen in een bepaalde situatie. Dat ze vervelende karaktereigenschappen hebben. En dan komen die zelfreflectieoefeningen aan te passen, waardoor je gewoon iemand confronteert met de dingen die zij misschien een beetje kunnen aanpassen om toch aan bod te kunnen komen. Je hebt ook gewoon mensen die gewoon een heel tragisch. Kindertijd hebben gehad mm. en dan met zoveel wrok rondlopen en niet genieten van het leven. En we doen dan allerlei oefeningen, tactieken, workshops, seminars. En met ervaringsdeskundigen op dat gebied dat zij het natuurlijk nodig hebben. En dan komen ze er wel uit. We moeten meer over deze stichting praten hoor. Maar het is het alleen voor vrouwen? Het is tot nu toe alleen voor vrouwen. Maar we nodigen de mannen ook uit bij onze projecten. We hebben soms brunches. We hebben soms lezingen in de avonduren. En dan uh, worden de mannen uitgenodigd. Om aan te geven, ons traject duurt drie maanden. En aan het eind van het traject van drie maanden hebben de, mannen, hebben de vrouwen dan als opdracht om een afstudeerproject samen te stellen. Nee. En als dat afstudeerproject. Um, Succesvol is verlopen, krijgen ze dan een certificaat. En na zo'n certificaatuitreiking mogen de mannen en de kinderen komen kijken wat mama al die drie maanden heeft gedaan. Wat was jouw project? Mijn project was om een presentatie te geven over zelfredzaamheid van de vrouw. Hoe je jezelf kan redden in bepaalde levenssituaties, in je thuissituaties, in je werksituatie, gewoon op straat. Hoe ga je met jezelf om? Hoe breng je jezelf? En wat kan je als het ware meenemen om te maken dat je leven toch gewoon smooth gaat, ondanks er zoveel dingen zijn die ons elke dag overkomen? Ja, ja, ja. Hoe komen de vrouwen in contact met de stichting? Er is op onze flyer. We zijn heel hard bezig de flyer overal naar u te sturen. We hebben onze Facebook-pagina. We hebben ook een speciale tijdelijke pagina. voor het promoten van onze bootcamp. Er is daarop een. Registratie, telefoonnummer aangegeven. Ze kunnen een sms'je sturen met hun gegevens. En dan komen wij daar naar ze toe met het registratieformulier. Wel in Paramaribo. En ze mogen ook bellen als ze meer informatie willen. Kunnen we het ook naar ze toe mailen. Nou, geweldig, dan heeft u dat gehoord. Wanneer u die flyer ziet, schrijf met u de contactgegevens op. Nou. Dan gaan we het hebben over waarvoor Simone hier is. En dat is de bootcamp die gehouden zal worden van 6 tot 8 september. Bootcamp, wat moet ik me daarbij voorstellen? Bootcamp, we zullen tijdens deze bootcamp echt. In, hoe moet ik het zeggen? Heel intensief bezig gaan zijn met die vrouwen. Kijk, wanneer we bezig zijn met onze drie maanden traject, komen mensen soms van het werk, mm -hmm. zijn mensen soms uh, met de kinderen. Ze nemen soms hun kinderen mee, geen oppas. Maar we willen ze dit keer buiten de stad brengen. We hebben gekozen voor de plek Margas Place, waar we dan drie, uh, twee overnachtingen gaan doen. En dan heb je dan verschillende mensen die komen: motivational speakers, ondernemers. Je hebt een mevrouw die komt voor... Uh, vrouwelijke leiderschap, een sessie daarover geven. Er komt een psycholoog die gaat praten over depressie, hoe je ermee omgaat. Er komt een kraft maga instructeur die een beetje zelfverdedigingstechnieken aan de vrouwen gaat geven. Er komt uh, ja Zoals ik zei, een ondernemer, die ondernemerschap onder die vrouwen een beetje gaat aanwakkeren. Omdat we ook heel veel vrouwen hebben gehad in de groep die iets willen beginnen, die iets starten, maar hun business loopt niet. Mm -hmm. En we hebben ook een budgetteringstraining gegeven waarbij vrouwen echt de tools hebben meegehad om hun business een beetje op te krikken. En daarom hebben we voor dit keer ook gekozen voor. Um, een ondernemer. We hebben verder ook eens een een hoe zeg je dat een mevrouw vanuit de kerk en ze is ook de directeur van een van de penitentiaire inrichtingen. Dus ze kan het ze neemt het juridische mee en het geestelijke. Sorry. Dus het wordt een heel mooie dag. We gaan niet alleen met de vrouwen bezig zijn, maar met buitenstaanders, met andere trainers, maar ook de zusters van Sisters moet gaan sheren. Mm -hmm. En we gaan dan ook onze technieken die we toepassen binnen de stichting aan de vrouwen voorhouden, zodat ze kunnen zien hoe we het allemaal doen en hoe we het allemaal bereikt hebben. Want al de vrouwen die binnen de stichting zijn, hebben dit traject doorlopen. Ja, ja. En dan mogen ze dan ook een babbeltje maken om te weten van hoe wij het allemaal hebben ervaren. En wie mogen er allemaal aan meedoen aan deze bootcamp? Um, in onze eerste traject hadden we een vrouw van 70 jaar. Dus we hebben, er, we hebben het niet afgebakken. We zeggen vrouw vanaf 18 jaar. Okay. Ja. Dus vrouwen vanaf 18 jaar uh, mogen zich registreren om mee te doen aan de bootcamp. En het maakt niet uit wat de situatie is. We zijn niet gebonden aan een bepaald patroon of een bepaalde situatie, een, een bepaald profiel. Maar zolang je er behoefte aan hebt, mag je komen. Ja. Je kan ook uh, je zeggen van nou, ik ga drie inspirerende dagen meemaken ja, en dan. Oké, okay, dus het is van 6 tot 8 september. Wat gebeurt er na deze bootcamp als je het hebt afgerond? Zo, so, we hebben sinds april vorig jaar niet stilgezeten. Dus mm -hmm. na elk project komt er een ander project. En we hebben in oktober weer onze nieuwe sessie: De, een nieuw traject. Uh, we hebben ons laatste, onze laatste traject afgesloten op 6 juli en hebben we even wat ruimte genomen voor de bootcamp en in oktober staat we weer en we hebben nu al vrouwen die klaarstaan om mee te doen aan het volgende traject. Ik ga ervan uit van als je bijvoorbeeld een traumatische ervaring hebt gehad, sommige mensen, jullie trekken ze eruit met activiteiten, want als je bezig bent ja. heb je geen tijd voor piekeren en ja. dat soort zaken. Kijk, soms wanneer je, ik ga een voorbeeld aanhalen, soms ben je in een situatie je hele leven loopt goed. Hmm. Maar je bent niet tevreden. Zo hebben we vrouwen gehad die seksueel misbruikt zijn. We hebben vrouwen gehad die steeds maar niet komen uit hun schulden. toch? En dan ga je samen met die vrouwen kijken. Je gaat naar iemand die ervaring heeft. Want hebben we hebben het economen, juristen. En dan gaan we dan met die persoon zitten om te kijken. Om samen te gaan budgetteren. Waarom kom je niet eruit? Maar je hebt ook vrouwen, zoals ik eerder heb gezegd. Die gewoon niet tevreden zijn. Maar waarom ben je niet tevreden? En dan hebben we technieken die we doen. Om na te gaan van vanaf wanneer. Ben je niet tevreden? En waarover ben je niet tevreden? Benoem de delen vanuit je leven waarover je niet tevreden bent. En natuurlijk moet die persoon zijn eigen inbreng hebben. En dan vraag je van wat denk je dat je eraan kan doen zo. om tevreden te zijn over ja. jezelf. En als je zo met iemand bezig bent, soms hebben mensen gewoon iemand nodig die luistert. Ja. En als ze hun geld hebben gespuurd, als ze hun gevoelens hebben geuit, merk je dat die persoon dan openstaat. En we gaan echt door, door, door. Wanneer we soms zitten tijdens de sessies, het een en al huilen. Want wanneer je denkt dat je het ergste hebt meegemaakt, ja. zit er iemand aan tafel die het veel slechter heeft. En zo motiveren we elkaar. Dat klinkt echt. Uh, en je bent er helemaal vol ja, van. Ja, helemaal. helemaal. <laughs> okay. Maar laten we een beetje nader kennis maken met Simone Ritveld zelf. Wat doe je in het dagelijks leven? Oké, okay. ik ben Simone Ritveld. Ik ben 31 jaar oud. Ik ben moeder van twee zonen van 8 en 10. 8 en 11, ze worden straks jaren, sorry. En uh, ik ben in het dagelijks leven, ik ben pas afgestudeerd, mijn Bachelor in Health Education. Ik ben vakbondsvrouw, ik ben de ondervoorzitter van de vakbond van het Academisch Ziekenhuis. En ook werkzaam op het, in het Academisch Ziekenhuis op de afdeling Opleidingen op het Educatiecentrum. Ik ben daar basic life support trainer. Ja. Daarom kan ze zo praten. <laughs> nee, maar dat wil zeggen, uh, pas afgestudeerd. Gefeliciteerd, promotie. Ik hoop het, ik ben nog niet echt met ze gaan praten over mijn promotie, maar ik ga zeker daarover praten. Ja, ja, ja. Ja. En hoe gaat het met het academische ziekenhuis? Het academisch ziekenhuis, wel, tot nu toe zie ik iedereen hard werken. Er zijn natuurlijk altijd dingen, maar ze zetten allemaal hun schouders eronder. Ja, ja, Vele afdelingen worden in gebruik genomen opnieuw, het ziet ja. er goed uit. Ja, ik denk dat we gewoon allemaal moeten afwachten om te zien hoe mooi het wordt. Ah, okay. ja. Nou, dus, je hebt nu de kans om die vrouwen op te roepen hoor, voor de bootcamp. Ja. Uh, ik wil hierbij die vrouwen oproepen, alle vrouwen in Suriname. Heb je een zusje, een neef, een tante. van wie je weet dat ze die motivatie kan gebruiken? Het maakt niet uit hoe de situatie eruit is, hoe slecht die situatie ook is. Laat ze komen om zich te laten motiveren en te laten inspireren. door echt sterke vrouwen. Psychologen, motivational speakers, allemaal klinkende namen in de gemeenschap. We gaan het nog niet allemaal vrijgeven. Maar degenen die zich registreren, krijgen wel een programma. Zodat ze allemaal kunnen zien hoe die vrouwen allemaal omgaan met levenssituaties. Zodat ze weer gaan genieten van het leven. Zodat ze weer binnen de maatschappij functioneel kunnen zijn. En in liefde en harmonie kunnen functioneren binnen hun gezinnen. Dank u Waar kan men zich registreren? Uh, men kan zich registreren op het telefoonnummer 8734233. Je kan ook een privéberichtje sturen naar onze pagina, The Power of Sisterhood. Maar ook voor onze bootcamp hebben we een tijdelijke pagina. Daar mag u ook gewoon bootcamp, bootcamp Sisterhood, mag u ook een privéberichtje uh, daarop sturen. En dan komen we naar u toe met een registratieformulier en dan handelen we het verder af. Nou, mevrouw Ritveld, heel veel succes. Oh. Het klinkt allemaal goed. Ik ben geïnspireerd. Ik ga kijken in mijn agenda. En als ik vrij ben, dan ga ik me ook registreren. Dan ga ik meedoen. Gewoon om inspiratie op te ja. doen, om te kijken hoe het toe gaat. Want misschien zit ik ook met dingen nou, die ik niet weet. <laughs> en dan kom ik op die bootcamp. En, dan, uh, en zo worden er ook netwerken. Hè? Mensen ja. kunnen ook netwerken. Ja, vrouwen kunnen heel erg goed netwerken binnen Sisterhood. Um, ik ga u zeggen dat we vrouwen hebben gehad die bijvoorbeeld directeuren zijn op ministeries. En als we onze dingen willen doen, weten we precies wie we moeten pikken. En mocht het zijn dat er een vrouw binnen de groep is die issues heeft met de, laten we zeggen, uh, Voogdijschap ofzo, hebben we jurist in de groep. Mocht het zijn dat er iemand is die naar de dokter moet gaan, een specialist moet bezoeken. Heb je verpleegkundige, je hebt de arts. Zo zijn we bezig met elkaar en blijven we maar in onze groep. Zodat wanneer er iets is, dat je altijd op iemand anders terug kan vallen. Helemaal ja. mooi. Dankjewel, heel veel succes. Uh, nogmaals gefeliciteerd. Wordt het een master daarna? Ja, het wordt een master. <laughs> ik heb alleen de opdracht gehad om te rusten een jaar, van mijn familie. Ja. Want ik was zo hard bezig te studeren, dus ik ga. ...in het komend jaar masteren. Oh well. Nou, dat heeft u gehoord. Dames, maar ook de heren. De Sisterhood en die naam is echt toepasselijk. Ik heb, het, ik heb gemerkt waarom jullie voor die naam hebben gekozen, Sisterhood. Ik merk het, want zo gaan zusters met elkaar om. Hè? Ze poweren elkaar en trekken elkaar op. Nou, u heeft het gehoord. Uh, bootcamp, uh, Sisterhood. En ze gaan buiten de stad van 6 tot 8 september... Als u iemand kent die dat echt die, weet je, die push nodig heeft, geef de persoon dan op. Heel hartelijk bedankt, succes. Ja. En kijk, zo zijn we gekomen aan het eind van In Gesprek met Voor Vandaag. In het eerste deel heb ik gesproken met de dames uh, Veninga en Lukham over de, een vakkenloop die gehouden zal worden op 3 september. En, in het, en het gaat over dementie. En in het tweede deel met uh, Simone Ritveld over de bootcamp van de stichting Power of Sisterhood. Die van 6 tot 8 september wordt gehouden. Twee inspirerende onderwerpen vandaag. Uh, de mensen die uh, aan dementie lijden moeten niet weggestopt worden. Er moet erover gesproken worden. En bij deze bootcamp gaan vrouwen elkaar optrekken en de nodige push geven. Heeft u nog net deze aflevering gemist? De herhaling is vanavond om 8. 8 uur op kanaal 12.2. Bedankt voor het willen kijken. Tot de volgende keer met In gesprek met.